heren werden uitgevoerd. Het gebeurde met een plechtigheid bij het verzetsmonument. De bevrijders van toen kregen een massaal welkom vandaag van de Nijmeegse bevolking. De Amerikaanse generaal Gavin was erbij 40 jaar geleden. Het ging een lange weg. En het was niet makkelijk. Maar de job was gedaan en we survived. Voor dat ben ik most grateful. Er werd een minuut stilte in acht genomen voor de gevallenen. Bij het verzetsmonument werden kransen gelegd door onder meer de president van Israël, Chaim Herzog, en door de toekomstige secretaris-generaal van de NAVO, Lord Carrington. Beiden streden 40 jaar geleden bij Nijmegen. Namens de ministerraad legde minister De Ruiter van Defensie een krans. Het weer. Veel bewolking, af en toe regen en plaatselijk mist. Middagtemperatuur circa 15 graden. Goedenavond.